is dan het podium. Maar wat nou als ook het publiek je niet kan zien? Maakt dat het niet nog moeilijker? In de klas ben ik altijd best wel onzeker. Ik heb wel een beetje dat ik nu aan iedereen kan laten zien. Ik kan het misschien, ik kan het toch wel, want ik sta hier. Ik schat mijn kansen niet super hoog, maar het is gewoon, ik doe mee voor de lol, dus dat ik het leuk heb. En ik denk ook niet dat ik super ver kom dus in de live shows of zo. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. Mooi. He was always there 14. To help. 12. Always belonged to someone else. I don't mind spending every day out on your corner in the park. Ja, je voelt het, hè? Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. Huh? And she will be loved. Gefeliciteerd. Wat leuk voor. Mogen we nog steeds? Maar nou zeg! Meisje. Ja, dat weet ik ook wel, dat dat meisje is. Nou, helaas, Marco. Dat is dan weer jammer. Leuk meisje, toch? Ja, dit is een meisje. Toch? Ja, nou, een meisje. Ja, weet ik niet. Is een jongen, zeg jij? Ja? Nou, ik zou niet van raar van opkijken als het een jongen is. Jaar of 13. Ja, je weet het niet. Nee, jongens, het is toch een meisje, jongens? Ja, ik denk het ook. Laat eens zien. Ja. Wauw, zeg. Jeetje. Ja hoor. Vertel eens wie je heet. Ik ben Fauve. Lief staat luisteren. Ik vind bij de Voice Kids dat je een coach verdient die 100% voor je wil gaan en er echt iets van gaat maken en die ook snapt welke kant het op moet. Dat had ik in die anderhalve minuut niet voor elkaar. Daar ben ik heel eerlijk in. Dus heb ik niet gedrukt. Hier moet je altijd even doorheen bijten en dan komen de complimenten. Ik geef het woord aan de andere coaches. Want... Hi, Fauve. Hi. Ik vond jouw auditie redelijk simpel gezongen. En dat bedoel ik heel positief. In al het geweld van alle versieringen en tierenlantijntjes vond ik het in jouw versie eindelijk een keer in dienst van het liedje. Heel mooi, simpel en in al die simpelheid briljant gezongen. Ja, Fauve, ik vond het ook briljant door de eenvoud. Ik vind het jammer dat we niet een stukje van je auditie visueel hebben kunnen meepakken. Ik denk wel in combinatie met hoe je auditie klonk en hoe je nu staat te praten, dat je een wat meer introverte kandidaat bent. Misschien een beetje in jezelf en dat je nog echt tot bloei gaat komen in deze competitie. En ik zou daar heel graag deel van willen uitmaken van dat proces, als je in team Nick en Simon komt natuurlijk. Ja, Fauve, ik vier eigenlijk onmiddellijk voor je klank. Het programma heet The Voice, The Voice Kids. En die klank, die heb je al. Ondanks dat je nog maar 12 bent. En dan weet je ook nog eens dat precies te doseren in zo'n lied. En ja, ik vind dat wel bijzonder, dus je mag kiezen. Dan ga ik voor Angela. Ja, ja, goede keus. Leuk, mooi hoor. Echt heel mooi. Zullen jullie nog een handje geven? Heel goed gedaan. Dit is Simon. Hi. Heel goed gedaan, maar goed gedaan. Gefeliciteerd. Goed gedaan, of Fauve. Top. Tot snel, hè. Daar komt ze. Ja. Oh, fantastisch. Zo goed. Nou, van harte gefeliciteerd, Fauve. Wat leuk om je even te zien. Wat hebben we veel gemist in het programma tot nu toe. We zien je bij de battle. Ja, heel erg leuk. Ja, het was leuk, hè? Ja.
Tot dan. Ja, tot dan. Van harte. Dag. Dag.